graden. Nu, bij mij zit hier ook Annie Koreman van Eureka, een schooltje voor kinderen met leermoeilijkheden. Dus daar kunnen bijvoorbeeld, denk ik, dergelijke kinderen terecht. Klopt dat? Dat klopt gedeeltelijk. Ons initiatief is eigenlijk gegroeid uit begeleiding van kinderen en jongeren met leerproblemen die we individueel begeleiden en waar die we in avondstudie begeleiden. En nu jaar na jaar constateerden we dat een aantal van de meest begaafden die in avondstudie kwamen door hun problemen niet heen geraakten. Het programma dat ze volgden was nogal zwaar. De leerkrachten hadden weinig begrip. Het waren kinderen die in de klas eigenlijk haantje de voorste waren en op papier er zeer weinig van terecht brachten. En toen, eigenlijk vanuit die frustratie van jaar na jaar zo een goed begaafde jongeren te zien vastzitten in dat onderwijs, hebben we gezegd, we beginnen met een privéschool. Dus zelf het initiatief in handen genomen, ja, eigenlijk. Met de bedoeling om ze een diploma lager middelbaar in handen te geven, via middenjury. Maar tegelijkertijd ook te kunnen werken aan die problemen waardoor ze vastliepen. Ze krijgen dus rekenen, ze krijgen meer lezen, wat normaal in het middelbaar niet meer aan bod komt. Ze krijgen tekstverwerking, dus het is een aangepast onderwijs om hen te remediëren en toch een diploma in handen te geven. Hoe oud zijn die kinderen? Die zijn tussen 13 en 16. En we richten ons op degenen die begaafd genoeg zijn om algemeen vormend onderwijs te volgen, omdat dat voor ons de groep is die het minst begeleiding kan vinden die aangepast is. Nu, ik kan me voorstellen, dat zijn kinderen die uit verschillende jaren komen waarschijnlijk. Ja, de meeste komen uit een tweede jaar, sommigen uit een derde jaar. Ze hebben allemaal al één of twee keer gefaald. Ze krijgen een gemeenschappelijk programma dat zich richt op derde jaar middelbaar. Dus ze zitten allemaal samen? Allemaal samen met zeer fel geïndividualiseerde taken. Dus iedereen krijgt eenzelfde basisprogramma. Wie meer aan kan, krijgt moeilijke oefeningen. Maar iedereen moet die basis doorwerken, opnieuw en opnieuw tot ze het kennen. Dan moet er toch een moment komen dat jullie zeggen binnen dat schooltje zelf, nu lossen we hen. Nu laten we hen opnieuw in het gewone onderwijssysteem. De meeste leerlingen zijn ingeschreven voor 1 jaar. Ze krijgen wel 28 uur les per week van 60 minuten. Worden continu geprikkeld, zodat hun concentratie fel verbetert. Het geheugen wordt heel erg getraind, want die zijn allemaal slecht in het onthouden. En normaal gezien moeten zij na 1 jaar, maximaal 2 jaar, opnieuw aansluiten in een vierde ASO. Ja, hoeveel kost zo 1 schooljaar? Het schooljaar kost voor de ouders 125.000 frank en kost ook voor ons 125.000 frank als we 11 leerlingen hebben. Dit jaar hebben we er maar 6, dus dat betekent dat een aantal leerkrachten gewoon vrijwillig lesgeven, dat een aantal ouders vrijwillig komen meehelpen en dat wij voor minder geld gaan werken. 125.000 frank, het blijft toch veel geld, hè? Wie kan dat betalen? Ik kan me voorstellen, iemand die het thuis niet breed heeft en die zit dan met een probleemkind, dus dat die zegt, dit kan ik niet opbrengen. Wij vinden dat dus veel geld. Wij hebben daarom een VZW ook opgericht om mensen die het echt niet kunnen betalen een studiebeurs te kunnen geven in de toekomst. Nu merken wij wel, het zijn niet allemaal mensen uit de hogere inkomensklasse. Er zijn mensen die echt die keuze maken omdat ze beseffen, zonder die hulp staan we nergens. En die therapie die wij bieden is eigenlijk tegelijk een diploma en therapie. En dat is nergens. Goed, dan kijk ik nog even naar mevrouw Gabriel. U zit daar ook mee, hè? Met die zware kosten. Zo'n kind kost wat. Er zijn inderdaad heel wat kosten al geweest. En bovendien, men test allerlei therapieën uit, maar het duurt enkele jaren eer dat men weet of het inderdaad wat gedaan heeft. En op die tijd is het kind ondertussen 12, 13 jaar en heeft het nog niet veel uitgehaald. Daarom is het eigenlijk dat ik vind, en veel ouders denk ik, dat zo'n probleem meer in het gewone onderwijs zou moeten kunnen opgevangen worden door taakleraars en door klasdoorbrekend te werken, eventueel. Goed, uw zoon is nu 13. Ja. Waar zit hij op dit ogenblik? Hij zit nu in de eerste ASO, A-klas. En hoe loopt het? We kunnen er nog moeilijk... We weten het nog niet goed, nee, hè? We kunnen er nog moeilijk iets over zeggen. Nu, het is alle dagen afwachten eigenlijk. En we kunnen alleen maar rekenen op hulp en begrip van de leerkrachten en van de directie van de school. Nu, heel duidelijk. Wat kan de overheid doen om kinderen met deze problemen te helpen? Alleszins... U zult natuurlijk zeggen, ons subsidies geven, onze erkenning. Ja, maar alleszins het onderwijs veranderen. Het moet veel, veel gestructureerder. Er moet opnieuw nadruk komen op het geheugen. Wij komen uit een onderwijs waar wij ontzettend veel hadden leren van buiten leren, beschikten over een ruime basis om te kunnen redeneren.
Nu kunnen de kinderen niet meer van buiten leren. Ze hebben geen basis om te redeneren en men verplicht ze te redeneren. Zonder gegevens. Wie kan nu zonder gegevens verder redeneren? Dus het onderwijs veel gestructureerder opnieuw laten verlopen. Het is iets wat heel dikwijls terugkomt. Hè? Geheugen. Ja. Inderdaad. We hebben de ridder uitgenodigd omdat zoveel kinderen in Vlaanderen een ridder in nood nodig hebben. Als zij lezen, lezen ze ridder of redder. Dus de ridder is ook de redder. Die kinderen die leesproblemen hebben of kinderen die rekenproblemen hebben, moet helpen in elke klas in Vlaanderen. We hebben in elke klas 1-2 leerlingen die nood hebben aan specifieke hulp. Die specifieke hulp wordt aangereikt door Eureka.